Hey yo. Mijn kinderen hebben dat ook. Ah, spelen. Dat vinden we leuk met speelgoed en dan ook creatief daarmee bezig zijn. Nou goed, ik was even powernap aan het doen. Heb ik gelukkig kunnen doen. Even. Wauw, dank je. Want ik ga nou natuurlijk mama's coming home soon. Dus even nog de huishoudelijke taken gaan afronden. Spanjool heeft een reactie gegeven. 10 minuten geleden, bijzonder. We were both snoozing. Zo lief, zijn reactie. Fantastisch. Als iemand zijn excuses aanbiedt, dat is gewoon. Hij zei: Don't worry. Maar goed, anyways. En daarna deelde hij zijn eerlijkheid in iets waar hij mee zit. Ik dacht: Oh, zo lief. Wel in het Spaans. Dus ik moest even translaten. Maar Google heeft het goed getranslate. Thank you. Want het was heel duidelijk en ik begreep wat hij bedoelde, want dat heeft hij al eerder verteld. Maar goed, ik ga nu eerst even zorgen dat ik even die huishoudelijke taak alvast doe. En als ik zo meteen naar boven kom, dan bel ik hem even. Maar eerst even beneden nog even aan de slag voordat ze terugkomen. Ze komen zo thuis. wat nog meer? Ah ja, dat wil ik ook delen. Wat ik zo bijzonder vind is natuurlijk. Zo stupid ook van een zorginstelling in de jeugd en bla bla bla. Ze hebben een profiel geschetst van mij in een hele korte fase. Dat is het beeld die hun hebben gevormd. Dat hebben ze zo doorgestuurd van bedrijf naar bedrijf. En hun hebben daar klakkeloos zo naar gekeken. Misschien enkel persoon geweest die denkt: Hey, what up? Like I said before. Ik heb een leven daarvoor ook gehad, hè? Maar mijn talenten nu en alles wat ik gewoon al doe, dat maakt me al gewoon een groter mens dan wat ik daarvoor was. Wauw. Dankbaar Dennis, want eigenlijk heb jij hun ook in de val gelokt. Door je leugen, samen met mijn moeder, want ja, jullie zijn allebei ziek. Want ik weet precies waarom ik natuurlijk allemaal zo door ben geflipt. Ja, jij hebt mijn kinderen gewoon in een hele korte fase nadat ik daar woonde. Eerst ga je met de Efteling met een andere vrouw. En een week later, omdat de Raad voor Kinderbescherming heeft besloten dat ik daar niet meer mag komen. Weet ik veel wat ze met jouw afspraak hadden gemaakt. Ga je een ander wijf in huis halen om op mijn kinderen te zorgen? Wat is dat voor mijn kinderen brainwashing in je ziekelijkheid? Ja, dat is gestoord. En dat die mensen die jou allemaal hebben geloofd, die instellingen, niet eens hebben nagedacht. Wauw, hey, wat heeft die vrouw van tevoren gedaan? I was protecting my privacy once again. Thank you, universe. En alle recht, en ook die van mijn kinderen. Maar nu moet ik er zo uitkomen. Ja, het is niet, ik ben hier niet om famous te worden of zo. Nee, ik ben hier voor mijn kindjes. Zeker op internet, want daar probeerde hij mij op neer te halen, die vader van die kinderen. Maar ook gewoon wat ik zeg met therapie en alles. En ook gewoon om anderen daarin te helpen. Je hebt van die internetbullies, you know. Hij heeft dat ook gedaan met mij. Zit daar lachen met zijn vrienden over video's die ik toen maakte toen ik zo mager was en er zo uitzag. Maar hey, brother, that's the face you created. Yes, because of all your stealing from my light. But hey, love is always right. Praise.